De Liga West staan momenteel 4 ploegen aan de leiding, daarbij ook Eeklo. En toeval, die 4, net die 4, speelden onderling 2 toppers. Gisteravond ontving Eeklo Middelkerke, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. De leidersplaats dus als inzet in de sporthal van Eeklo. Eeklo slaapt nog, de bezoekers nemen een blitstart. Na 5 minuten leidt Middelkerke met 0-3. Bovrie met een 3-op-3. Eeklo heeft het moeilijk om de verdediging te ontwrichten. Ze geraken er niet door. Af en toe kunnen ze tegenprikken. De jager verkleint de kloof tot 2 punten. 5-7. Handbalclub Eeklo heeft een jonge ploeg. De jeugdopleiding rendeert met 4 jonge spelers aan de aftrap. Toch kunnen ook zij niet beletten dat Middelkerke 7 punten uitloopt. Ruststand 12-19. Coach Christiaans met de donderpreek. Na de rust herstelt Eeklo het evenwicht. Beide ploegen scoren elk 4 keer. En dan Eeklo met de powerplay. Ludovic Smet, ook al een jeugdtalent met de 20-23. Op Middelkerke ging Eeklo winnen met het kleinste verschil. Playoffs halen en kampioenspelen, dat is de ambitie van de Meteslanders. En wat niemand nog verwachtte, gebeurt toch. Op 5 minuten van het einde komt Eeklo gelijk. 31-31. Het is een spannend slot met veel fouten en dus ook veel gele kaarten. Erop en erover, Eeklo scoort nog 4 keer en wint in extremis van een sterk spelend Middelkerke. Eindstand Eeklo-Middelkerke 35-33. Ja, we misten eerst onze motor van de ploeg. En ja, dat was duidelijk merkbaar. En we konden het gelijk niet goed opvangen, maar dan de tweede helft hebben we ze kunnen herpakken. En zijn er over geraakt dan toch. De ploeg van voorzitter Hans Borgers miste in het verleden 3 keer de promotie. Als ze zo blijven verder spelen, beginnen de feesten wel erg vroeg in Eeklo.